Mijn naam is Annabel. Oké, en waar staan we hier? We staan hier voor het paleis Noordeinde in Den Haag. Ja, en wat is hier net gebeurd? Er hebben hier net 12 mensen aan het hek vastgeketend van het paleis. En ze hadden letters op hun t-shirts en spelden het woord burgerberaad. Ja. En inmiddels zijn de meesten gearresteerd. Maar het is geslaagd, de actie? Ja, zeker. Nou ja, 1E heeft het niet gehaald, dus er stond burgerberaad. Oh, ja. Maar de boodschap was wel zo duidelijk dat het voor ons geslaagd is. Ja, ja. Oké. Ben je opgelucht dat het gelukt is? Ja, best wel. Maar ik voel ook nog steeds een beetje die spanning van het moment. En ook politie is er nog. En ik ben pas opgelucht als iedereen het politiebureau uitkomt en dat we samen zijn. Ja. Even de actie kunnen bespreken hoe het ging en zo. Ja, wat zijn de verwachtingen daarvoor? Dat weet je eigenlijk nog niet. Wanneer ze worden vrijgelaten of nee, wat dan ook? Nee, dat weten we nog niet. Ga ze gewoon opwachten op het station en dan zien we vanzelf. Het bureau, politiebureau. Ja. Waarschijnlijk niet tot de nacht. Nee. Ja, oké. En jullie hebben het gewoon heel goed voorbereid. Ja, we zijn hier denk ik echt al 4 weken mee bezig. We hebben één hele dag geoefend bij een hek. We hebben t-shirts gemaakt. Langzaam alle mensen verzameld. We hebben zeker gemaakt dat elke persoon een buddy heeft. Ja. Die dan let op persoonlijk welzijn. We hebben media dingen geregeld. Met de advocaat gepraat. Ja, gaat vrij veel voorbereiding in. Ja, de politie was te laat, hoe werkte dat of zo? Nee, de politie was te laat. De politie was iets te massaal aanwezig. Ja. Ze waren hier, dat schopte een beetje roet in ons plan. Want eerst zou hier een creatieve performance plaatsvinden, de traanreden. Maar alle performers werden staande gehouden door politie. En die zijn allemaal geëvacueerd naar het Koekamp. Ja. Dus toen zaten wij heel erg te twijfelen of het doorging of niet. Toen we uit ons besloten het wel te doen, maar er stond de hele tijd politie voor het hek. Dus hebben we in het moment een afleidingsmanoeuvre met stoepkrijt. En toen is het uiteindelijk wel gelukt. Toch wel. Gingen ze daarop af? Hoe werkte dat? Ja, ze gingen dan daarop af en toen gingen ze een beetje van het hek af. En toen was het van go en toen ging iedereen naar het hek. Oké, dus ook nog wat, niet alleen voorbereiding, maar ook creativiteit in op het moment. Ja, klopt. Ja. Dus best wel, Oké, en nu nog een paar mensen die vastzitten. Oh, ik zie er nu iemand weggaan inderdaad. Ja, de laatste mensen. Ja. Dus jij gaat nu naar het politiebureau denk en het wel. Dan opwachten. Zorgen dat iedereen is opgevangen en dan weer voorbereiden voor vrijdag. Oh, dan ga je alweer verder op. Ja, jeetje. Dit weekend. Ja, op de Zuidas, de kades. Ja. Dat was een opwarmertje. Ja, super. Nou, hartstikke bedankt en succes. Graag gedaan. Oké, top.